Hallo, ik ga je laten zien hoe je met een GitLab board aan de slag gaat. Een GitLab board is een plek waar je al je taken op kan zetten en waar iedereen zichzelf aan toe kan kennen dat hij of zij dat gaat doen. En daardoor heb je een overzicht van hoe je fijn samenwerkt als team. En ik ga laten zien hoe je een GitLab board maakt en hoe je de issues verdeelt en over dat board beweegt. Nou, om dat te doen, loggen we in op de GitLab van de jonge onderzoekers. Dat zal ik eens even doen. En dan zie je een aantal projecten. Voor deze video gebruik ik JogNanos 2020. Omdat dat een van de projecten is waar we aan gaan werken. Nou, dit is een project en dat gaat aan een game werken. En zoals altijd op GitLab zijn er superveel dingen te zien. Hier is een hele balk, hier zijn allemaal dingen, hierboven zijn allemaal dingen. Wat we nodig hebben is de project board en die staat onder issues. Als je klikt op issues, dan zie je het tweede board. Nou, board, dat is Engels voor bord. En er is nu al één bord en dat heet development, dat is Engels voor dat eraan gewerkt wordt. Nou, dan kun je zien dat er vier kolommen zijn. Dus ik heb de eerste heb ik al opzij geklikt. De eerste kolom heet open. Dat is een kolom to do, van wat er moet gebeuren. Doing, waaraan gewerkt wordt. En closed, dingen die af zijn. Nou, wij gaan een nieuw bord maken. Nou, dat kun je hierboven doen. Want hier kun je dus van bord veranderen. Er is er maar één, development. En wij gaan een nieuw bord maken. Nou, daar klikken we op. Hoe gaan we die noemen? Die noemen we test. En je klikt op create board, aanmaken van het bord. En je hebt je bord. Nou, dit bord heeft op dit moment twee kolommen. Nou, daar kun je er gemakkelijk één bij maken, want we hebben nu open en closed. Wat voor de hand ligt, is om doing en to do toe te voegen. Dat zijn standaardnamen. Maar je kunt ook je eigen kolom doen, als je wilt, als je dat leuk vindt. Dat maakt net en dan komen ze er al meteen bij. Nou, vaak ga je eerst dingen opschrijven die er moeten gebeuren. En dan dingen die, waaraan gewerkt wordt. Dus dan op deze manier zou ik de kolommen openen. Je ziet dat hij al standaard wat dingen in to-do zet. Dat doet hij automatisch. Dat is in dit geval niet handig, want dit testbord gaat iets heel anders doen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Nou, ik ga eens even een issue maken, dan zul je zien wat ermee gebeurt. Nou, een issue maken heb ik al een keer laten zien. Dus dat ga ik niet. Dus dat ga ik nu lekker snel doen. Test. Test. En submit. En nu heb ik een issue gemaakt. Test. De issue heet 11. Nou, nu ga ik naar mijn board toe, die ik net heb gemaakt. Die heet ook test. Toevallig een beetje een saaie naam allemaal. Test. Nou, en hier zien we onze nieuwe issue staan. Nou, ik heb die net gemaakt en nou, hij valt onder dit projectbord, dus ik zet hem op to do. En dan hoop ik dat iemand hem gaat doen, of haar, dat iemand hem gaat doen. Nou, stel eens voor ik wil hem gaan doen, dan klik ik op de issue, test. Ik assign hem naar mijzelf, dus ik ken hem aan mij toe. Mooi. Dan weet het hele team nu al dat die van mij is, dat ik eraan ga werken. Als ik hem ook niet meer ga doen, kan ik mij afmelden. Maar nu ga ik in het bord, als ik er echt aan ga werken, want ik heb nu voor mezelf gereserveerd. En je ziet hier komt mijn avatar terecht. Ik doe deze minimaliseren. Als ik hem echt, nu heb ik gezegd van nou, deze is van mij, ik ga hem doen. Dat betekent ook dat andere mensen hem niet meer gaan doen. Het kan zijn dat dat toch gebeurt, omdat bijvoorbeeld iemand anders dat beslist of dat het via gebeurt. Maar in ieder geval, als ik hem nu echt ga doen, dan zet ik hem hier neer. Bij doing. Nu kan het hele team zien waaraan ik werk. Nou, na een tijdje ben ik ook klaar met deze taak. Kan ik twee dingen doen. Ik kan naar closed slepen. Dat betekent, dan maakt hij hem automatisch sluiten de issue. Dat is een makkelijke manier. Je kunt ook op de issue gewoon closen. Close issue. Vaak krijg je ook een reden. Klaar. En als ik nu naar het projectbord kijk, dan kun je ook al meteen zien dat die inderdaad hier is gesloten. Nou, dus ik heb je nu laten zien hoe je een GitLab board maakt. Hoe je issues toekent en hoe je ze beweegt en hoe je daar een beetje mee omgaat. En dat was het einde van deze video. Dan wens ik je nog een hele fijne dag. Houdoe!